Seizoen 4 alweer. Wauw. Ongelooflijk. Tim en Tom. Tom Coronel. Tom en Tim. Tim en Coronel. Ja, daar gaan we tegen racen, denk ik. Ja. Tom. En dan hebben we natuurlijk onze oude grote vriend Wolter Kroes. Ja. Met John de Bever. Ja, dat is wel leuk. Dat wordt echt sowieso aflevering nummer 1, denk ik. En vandaag hebben we natuurlijk niemand minder dan Ferry Doedens met Sylvia Geerzen. Ja, dat is wel leuk. De Bachelor gaat achter de Bachelorette aan. Keting. Ik ben gewoon een Uber sneak, hè. Ik zweer het, je kan me niet pakken. Ja, en ik sta er volgens mij nogal onbekend dat ik ofwel iets stil of iets jat qua eten, zeg maar. Je hoeft niks te stelen dit keer. Nee, we kunnen ook gewoon bij de pompen stoppen voor een broodje. Dus daar ben ik ook al heel erg blij om. De bekende boeven zullen ongetwijfeld genoeg hulp krijgen bij hun ontsnapping. Maar de mannen maken zich daar geen zorgen over. Ik ben helemaal voorbereid dit seizoen. Waarmee? Hoe dan? Ik heb maandenlange training gehad. IJsbaden, rennen, fietsen, eten. Ik zou zeggen, laat al die boeven maar komen, we maken jullie gek. Bam! Precies. De duo's zijn erop gebrand van de gasten van Stuk TV te winnen. Ook het verrassende tweetal Sylvia en Ferry. Maar of ze zich hebben voorbereid? Om heel eerlijk te zijn, niet echt. Nee. En zo ga ik eigenlijk elk spelletje altijd wel in. Dus ook Expeditie Robinson ben ik toch finalist geworden. We hebben Special Force hebben we gedaan. Ja. Toen heb ik me ook niet echt voorbereid. Maar dat wisten we ook. Ja, gewoon rennen zo hard je kan. Om het de kandidaten zo moeilijk mogelijk te maken, willen Thomas, Stefan en Giel het dit keer anders doen dan normaal. Nou, we hebben weer heel veel nieuwe dingen. Vertel. We hebben bijvoorbeeld, ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, maar ik ga het doen. We hebben een avondversie. Ja. En dat is heel erg leuk. We hebben eigenlijk in al die seizoenen nog nooit in het donker gedraaid. Ja, en dat willen we wel doen. Dat wordt eigenlijk niet het jachtseizoen, maar het nachtseizoen. Toch hebben de mannen één naam die ze heel graag eens in een oranje pak willen zien. Max Verstappen moet van ons echt nog eens een keertje meedoen. Mark Rutte. Nee, Mark Rutte hoeft van mij niet meedoen. Nee, Mark Rutte hoeft van mij niet meedoen. En ik zou het heel graag eens willen opnemen tegen Kees van der Spek en Alberto Stegeman bij elkaar. Vind ik ook heel leuk. Ook leuk, dus bij deze Kees, Alberto, even bellen. Regelen we. Hoe heet die meneer van de rijdende rechter? Oh, Frank Visser. Ja, die mag ook meedoen. Dat is ook leuk, Frank Visser. En hoe heet die breed? En Victor. Ja, Victor. Ja, leuk.